De onderhandelingen tussen de regering en de verschillende vakbonden zijn nog niet achter de rug. Dit zegt Marcelino Nerkes, voorzitter van de organisaties van leerkrachten in Suriname Vals, in gesprek met de nieuwsdienst. De vakbondleider vindt de 5000 SRD koopkrachtversterking, waarvoor er overeenstemming is bereikt voor december, redelijk, maar dat nog gesproken moet worden over de hoogte van de maandelijkse tegemoetkoming in 2024. In elk geval een tegemoetkoming voor de maand december, want dat zondag open. En de overeenkomst van mei dit jaar was er een koopkrachtversterking tot en met november 2500. December stond open. In oktober zouden we nog moeten praten over december. Maar de ontwikkeling in het land, sociaal, maatschappelijk en financieel voor de werkers, niet gemaakt. Dus dat dan gaande de gesprekken. Ja, ik ben voorstellen gekomen dat er nu iets meer voor die leerkrachten, voor die werkers moet gebeuren. En dan zijn we dus op dit punt beland. Nou, gaande niet. Dus we moeten weer gaan oppakken. Want wat er nu is, is tot december. Tot en met december. Dus over januari, over wat er 2024 gaat gebeuren, daar moeten we nog gaan zitten. We hebben natuurlijk een paar punten genoemd waarover we willen praten. Maar daarover moeten we nog tegen elkaar zitten. De vakbondsleider zegt dat het bod van de regering voor de 5000 SRD niet is aangenomen als eindpunt. De regering kan dat bedrag op dit moment bieden, maar er nog andere voorstellen zijn vanuit de vakbeweging voor de toekomst. De rest is voor het volgende jaar. En natuurlijk heb je dus dat issue van CLO ook eens meegenomen. Dat speelt sinds 2018. En dat we ook niet, dat we die gepensioneerden ook niet buiten kunnen laten. Dat die ook voor december toch wel tegemoet, dat die groep ook tegemoet wordt gekomen. Althans 70%. Zoals dat bij de pensioenregelingen ook wordt toegepast. Dus het einde hebben we 5000 gevraagd, maar dit is wat ze konden geven, tot 4200. En de rest wilden we eigenlijk midden januari hebben, die 800. Maar de minister van Financiën is er niet en harde toezeggingen konden niet worden gedaan. Maar in elk geval, het is niet overboord. Maar ergens in het nieuwe jaar zullen we met een... De gesprekken zullen uitwijzen wanneer we dat tegemoet kunnen zien. Volgens Nerkes is bij de recente gesprekken met de regering al gesproken in de richting van het realiseren van nieuwe loonreeksen. De scheefgroei in de verschillende beroepsgroepen is namelijk opmerkelijk en moet recht getrokken worden.